Ja, nieuwe beelden weer. De politie wil graag dat u helpt bij het herkennen van deze twee mannen. Ze zijn gefilmd terwijl ze valse kentekenplaten op een busje zetten. Dat mag niet, maar deze mannen worden vooral gezocht omdat ze vermoedelijk betrokken zijn bij een ontvoering in Schiedam. Mevrouw van der Hoogte, we hebben al eerder korte aandacht aan die ontvoering besteed, maar dat was toen echt nog zonder de hele nare details. Ja, inderdaad. En vanavond willen we juist wel meer vertellen over hoe die ontvoering is verlopen. En daarbij vinden we het heel erg belangrijk om te benadrukken hoe hevig het slachtoffer toen is toegetakeld. Ja, en daarnaast hopen we natuurlijk dat de kijkers thuis ons vanavond kunnen helpen bij het herkennen van de verdachte. Even bij het begin beginnen. Het slachtoffer in deze zaak is een 46-jarige man uit Schiedam. Die liep in de nacht van 29 op 30 mei over de Alfons Ariënstraat daar in Schiedam richting zijn auto, een Kia Sportage. Mevrouw van der Hoogte, onderweg is hij vastgepakt door drie mannen gekleed in een politieuniform die ook zeiden dat ze van de politie waren. Die mannen hebben hem in een Volkswagen Transporter getrokken. Ja, en daarna is hij vermoedelijk naar een loods in Rotterdam gebracht. Daar is hij gekneveld, is hij geslagen met een hamer op zijn handen en voeten. Ook is hij op een gegeven moment in een wurggreep gepakt, toen is hij even buiten Westen geraakt. Maar de daders die toonden ook een foto van zijn zoon en die dreigden ze te doden als hij geen geld zou geven. Want dat was de reden voor de daders om dat te doen? Het ging gewoon puur om geld? Daar lijkt het wel op, want ze hebben ook gedreigd het slachtoffer te doden als hij niet met geld over de brug zou komen. Maar ja, de man is na een paar uur van dit soort mishandelingen en bedreigingen weer meegenomen in diezelfde transporter. En die is op de Johan Brakenziekstraat in Schiedam uit het busje gezet. Daar is er nog vloeistof over hem heen gegooid en is gedreigd dat ze hem in brand zouden steken. Nou, gelukkig waren er getuigen die zijn schreeuw om hulp hoorden. Ja, en dat was het moment dat de belagers er vandoor gingen. Een horrorverhaal. Zeer gewelddadige ontvoering, maar gelukkig zijn er dus belangrijke beelden achterhaald. Dit zijn beelden van maandag 21 mei aan de Els in Nieuwerkerk aan de IJssel. Ruim een week voor de ontvoering dus. De politie is dringend op zoek naar deze mannen. De auto waarmee de Schiedammer werd ontvoerd was zeer waarschijnlijk de zilvergrijze Volkswagen Transporter op deze beelden. De vraag is wie de twee mannen bij de auto herkent, omdat zij dus vermoedelijk betrokken zijn bij de ontvoering. De donkere man draagt een opvallend horloge en heeft mogelijk een oorbel in zijn linkeroor. Ja, en deze beelden zijn precies een week geleden openbaar gemaakt, met de vraag of iemand wist waar die Volkswagen Transporter nou was gebleven. Nou, daar kwam heel snel antwoord op die vraag, mevrouw van der Hoogte. Dat klopt, want een paar uur nadat we die beelden online hadden geplaatst, kregen we de melding dat er een auto in brand stond. Ja, dat was op de Nessenweg in Zevenhuizen in de nacht van dinsdag op woensdag. Ja, en ook al snel kregen we te horen dat het een Volkswagen Transporterbus was. En dus ook zeer waarschijnlijk de bus waarnaar wij op zoek waren. Klinkt een beetje alsof iemand heel erg is geschrokken van dat die beelden er zijn en heel snel van die auto af wilde. Ja, daar lijkt het natuurlijk wel heel erg op. En dus we zijn ook op zoek naar mensen die iets hebben gezien van die brand in de nacht van dinsdag op woensdag in het buitengebied van Zevenhuizen. Dat is net iets boven Rotterdam. Ja, en verder is ook nog altijd onduidelijk wie nu die twee mannen zijn die die kentekens wisselen van die transporterbus. Ja, en tips over deze mannen zijn zeer welkom. Bijvoorbeeld dus via de tiplijn 0800 60 70. Mogelijk weten deze mannen ook meer over een ander incident in Schiedam dat vermoedelijk bedoeld was voor hetzelfde slachtoffer. Ja, want in de nacht van 14 op 15 juni is er een woning, een appartement aan de Monsieur Nolenslaan in Schiedam beschoten. Ja, de bewoners waren toen thuis, maar gelukkig zijn zij niet gewond geraakt. Ja, de woning raakte wel zwaar beschadigd, maar het had nog erger kunnen zijn, want we vonden later een handgranaat op het balkon van die woning. Nou, hebben wij het vermoeden dat die daders het vooral zich vergist hebben in welke woning ze moesten hebben. Want er woont daar een volkomen onschuldig gezin. Ja, vermoedelijk is het dus gemunt toen op het slachtoffer van die ontvoerder, van die ontvoering, omdat hij ook in diezelfde laan woont. Ernstige zaak. Zal het nu helemaal duidelijk zijn? Gelukkig zijn er de sporen. Nou, we hebben dus de beelden van die betrokken mannen. Maar er is inmiddels ook meer bekend over twee auto's die de daders mogelijk gebruikt hebben. Ja, dat gaat om een rode Alfa Romeo Mito en een donkergrijze Renault Megane. En we hebben het vermoeden dat de twee mannen over deze auto's kunnen beschikken. En we hopen dat er mensen zijn of kijkers die hier iets meer over kunnen vertellen. Dus over die twee mannen, over de twee auto's of wellicht ook de combinatie er juist van.
En verder zijn we ook nog altijd op zoek naar die donkergrijze Kia Sportage. Die is van het slachtoffer, maar die bleek na de ontvoering eind mei te zijn verdwenen. En nog altijd is deze spoorloos. Dus ook voor uw vraag, waar is die Kia nu? Laat natuurlijk meteen van u horen als u deze twee mannen herkent. Hun beelden staan vanaf nu natuurlijk op de site. Die vermoedt dus ook meer weten over twee ernstige misdrijven in Schiedam. U kunt een tipformulier invullen en versturen via onze site of bel. U ziet de nummers in beeld.